Welkom bij Fotoklap, de podcast van Fotokot, waar ik een gesprek aanga met inspirerende en motiverende personen uit de fotografiewereld. Vandaag in de digitale studio hebben we Bart Heirweg, landschapsfotograaf en persoonlijke vriend. Uitgever van een heel tal boeken, Silent Fields, De Heuvels van de Ronde en vorig jaar de fotolocaties, de mooiste fotolocaties van België. Welkom Bart bij Fotoklap, de podcast van het Fotokot. Hoe is het? Ça va. Alles in orde? Ja. Kun je een beetje nog fotograferen, dag van vandaag? Zolang dat geen workshops mogelijk zijn, heb ik veel tijd om te fotograferen. Dus van zodra dat goed weer is, een beetje goed uitziet, ben ik weg. Ik ben eigenlijk net terug van 4 dagen naar Den. Ik ben maandag vertrokken en donderdagavond teruggekeerd. Een beetje makkelijk, een beetje landschappen fotograferen. De vroege lente. Ik heb 1000 kilometer gedaan en daar dan op die 4 dagen. Amai. Het is een mooie periode ook natuurlijk, om nu te gaan fotograferen. Het begint te gaan wel traag, maar dat een beetje te koud is voor goed te zijn. Ik heb eerst een paar dagen in de Vierwijn gezeten. Daar is de lente altijd een beetje vroeger, omdat dat minder hoog is. En dan ben ik helemaal doorgereden naar de Hoge Veen in de hoop om iets te gaan doen met de wilde narcissen daar, die volop in bloei staan. Dat is toch allemaal niet zo goed qua de omstandigheden voor landschappen vallen eigenlijk al heel de tijd tegen. Voor macro heb ik wel wat dingen kunnen doen, maar voor landschapsfotografie is het niet dat ik wil. Ofwel als er geen mist, ofwel als er te veel. Zo ergens tussen bestond. Dus op een bepaald moment was er niks en op een ander moment zag ik eigenlijk gewoon niks van het landschap. Het gaan moeten blijven proberen. Het is er ergens een zicht of twee dat ik al een paar keer probeer te fotograferen en denk, niet gezeverd dat al de 10e keer zal geweest zijn dat ik er op die helling stond om het te proberen te fotograferen de omstandigheden dat ik wil, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Ja, maar dat is ook niet nieuw voor jou, hè? 10 keer op dezelfde locatie halen voor ideale beeld. Ik dacht toch bij mezelf van, het mag nu toch wel echt een keer aankomen. Want ik ben er eigenlijk al 3 jaar mee bezig met dat zeg. En dat is natuurlijk niet 3 jaar aan een stuk, maar het is al 3 jaar dat ik een bepaalde periode probeer om dat zicht te maken. En dan zat waarschijnlijk, zit er een beest ook precies. Ja, die passeert wel af en toe. Ik dacht dat mijn deur dicht gedaan. En dat kan nog best zijn dat uiteindelijk, want ik ben bezig met voor die boek, dat uiteindelijk die foto dan toch niet in die boek komt. Dus dat is ook nog goed. Ja. Goed, want over landschappen, maar... Eigenlijk zijn je niet als landschapsfotograaf begonnen, maar als vogelfotograaf. Klopt dat? Ja, dat komt eigenlijk uit een interesse van vogelkijker te zijn. Nog altijd. Ben gisteren nog, als ik terugkwam van de Ardennen, nog gevraagd aan mijn vrouw of dat oké was dat ik nog even een vogel kan bekijken. Dat bij ons in de streek, in de kanten van zo zeker Bergen, een roodkeelpieper. En dat is een beetje zeldzamer. En ik ben nog gisteravond die vogel gaan spotten. Dus dat zit er altijd nog wel een beetje in, die vogels kijken. Al is dat nu vooral regiogericht. En als ik in Dardenne bijvoorbeeld rondloop, heb ik altijd aan mijn verrekijker bij. En kom ik wel een keer langs een vogel. Maar dat fotograferen, dat is eigenlijk verminderd. Maar die interesse van vogels, ik ben een fervente vogelkijker geweest in mijn jeugdjaar. Ik ben er nog altijd, maar dat is iets gematigder. En toen reed ik echt België rond om zeldzame vogels te spotten. En daardoor was de logische stap dat ik begon ben met die te fotograferen. Al was dat toen heel amateuristisch met een Nikon Coolpix. Met een soort adapter gemonteerd op een telescoop. Dus gewoon om vogels mee te spotten. Digiscoping. Dus dat was allemaal qua kwaliteit was dat belabberd en qua mogelijkheden ook. Maar dat was gewoon een registratie uiteindelijk van die zeldzame soorten toen. En dat is zo langzaamaan geëvolueerd naar fotografie. Vooral aanvankelijk dan ook met schuiltentjes enzovoort. En camouflage netten op mijn buik gaan liggen aan vijvers en plasjes om vogels te fotograferen. En zo, ja.
Dus daarmee ben ik inderdaad al met vogelfotografie. Maar ik was ook al bezig met insecten. In diezelfde periode dat ik bezig was met vogels, was ik ook met insecten bezig, vlinders en libellen. En eigenlijk deed ik ook al van vrij in het begin ook al macrofotografie. En ik kon die Coolpix dat ik had voor op mijn telescoop te monteren, die kon eigenlijk ook, die had een redelijke close focus, waardoor dat je eigenlijk ook ja, wel wat macro-mogelijkheden had. Dus die zeldzame vlinders dat ik dan ook gans België voor rondreed of libellen, kon ik dan ook als registratie vastleggen met dat Coolpix. Dus eigenlijk is landschappen pas op een later moment gekomen, was ik eigenlijk eerst met macro en vogelfotografie bezig. En waarom de fotografie is gebleven, die vogels is een beetje verminderd, toch? Ja, en waarom die overschakeling naar landschappen? Was de uitdaging wat weg om vogels te fotograferen? Ja, dat is een natuurlijk proces geweest, die overschakeling op landschap. Dat is eigenlijk vooral gekomen door het lezen van boeken en magazines, dat die interesse voor landschapsfotografie gekomen is. Mede ook wel met het feit dat vogels of vogelfotografie soms zo geassocieerd werd met verstoring enzovoort. En ja, ik was daar ook een beetje beu om allemaal over dezelfde kam geschoren te worden. Dat je dofies verstoorde als je vogels fotografeerde. Dus dat zat er ergens ook in de achtergrond. Je dacht, als ik landschappen fotografeer, dan verstoor ik toch niets of veel minder. Maar het is eigenlijk vooral, ja, de hoofdreden was toch door magazines en boeken te lezen. En dat was ik aan het zoeken daarnet. Dat was eigenlijk Outdoor Photography. Dat is eigenlijk een magazine dat jarenlang op geabonneerd ben geweest. Dat is een Engels magazine. Ja, en dat is redelijk landschapsfotografie gericht. Zeker toen in die tijd. En dat was dan ook zo die typische Engelse landschapsfotografie. En ja, daardoor mijn interesse daarin zo'n beetje gekregen. En dan zo'n eerste landschapsfotografiereis ondernomen naar Snowdonia in Engeland. En zo, ja, is dat allemaal een beetje beginnen groeien. Ja. En dat lukte mij, ja, ik heb vaak gedacht van, het lukte mij beter om sfeer in een beeld te leggen met mijn landschapsfoto's. Maar ik denk dat ook wel zo deels kunnen te maken hadden, omdat je al zoveel jaar meer ervaring had. Want als ik nu vogels fotografeer, ja, dan fotografeer ik dat ook met een heel andere manier als dat ik dat toen in het begin fotografeerde. Dus ik zou niet durven zeggen dat het meer sfeer in mijn beelden, dat daarom puur louter door de object of de onderwerpkeuze kwam, maar dat dat ook wel een beetje door meer ervaring te krijgen en meer kennis te hebben. Ik had dat altijd gedacht vroeger, dat dan beter lukte, maar ja, maak ik soms ook wel eens een keer sfeervolle foto van een vogel nu, dus ja, dat kan ook te maken hebben gewoon puur met de evolutie als fotograaf. Ja. Je hebt daarnet al een magazine getoond, Outdoor Photography. Zijn er nog boeken die je in het verleden gelezen hebt die een invloed gehad hebben op u? Dan moeten daarvoor niet onmiddellijk fotografieboeken zijn, maar die je levensinsgesteldheid veranderd hebben. Bij mij staan er in mijn rek achter mij alleen maar fotografieboeken. Dus je ziet daar heel veel boeken staan. Nee, ik denk eigenlijk, ik lag daar soms met mijn vrouw als ze een roman leest. Ah, ze zijn weer een leesboek aan het lezen. Een leesboek, dat is bij mij een boek zonder prentjes. Ik lees eigenlijk alleen maar lectuur met foto's en zo. En dus de boeken dat ik lees, zijn eigenlijk allemaal vrij technische boeken. Nou, je boek waar je iets kunt uit leren. Niet zo gewoon fictie of zo, dat interesseert me echt niet. Dus eigenlijk, een paar boeken die voor mij wel ergens deels mijn visie en mijn interesse mee aan bepaald zijn ook wel echt pure foto-landschapsfotografie boeken. Ik heb ze klaargelegd. Een van de eerste dat ik zal gekocht hebben was Waiting for the Light van Joe Cornish. En dat was dus natuurlijk komende door die Engelse landschapsfotografie magazines kwamen die landschapsfotografen daarin tegen, hè, die foto's en, ja, en die artikels van die mens. En dus dan kocht ik hun boeken. En ja, dat is zeker een boek die mijn interesse in Schotland en in licht en Engelse landschappen zeker heeft aangewakkerd. De eerste reizen dat ik gedaan heb, waren ook allemaal naar Engeland en naar Schotland. Dus dat is één boek zeker. Dat is iemand dat ik nog altijd wel wat volg. Dan een ander boek was ook opnieuw door dat magazine Charlie Waite, zo eigenlijk 50
50 van zijn foto's dat hij bespreekt. Hè. Dat is een heel compleet andere stijl dan Joe Cornish. Mm-hmm. Waarbij Joe Cornish eigenlijk eerder zo die ruige, vrij wijdse landschapfotografie is. Zal Charlie Waite eerder zo meer grafisch. Daar zit ook al een stukje gebouw in. Zo eerder grafische landschappen. En ook zo, ja, onder andere Toscane en zo. En daardoor ben ik ook geprikkeld geweest om naar Toscane en de Provence te reizen. Dat is ook wel deels door beelden uit die boeken. En dan een laatste, dat toch ook wel mee bepaald was, is dan Waiting for the Light van David Naughton. Dat is ook een lang Engelse landschapsfotograaf. En terwijl dat de eerste twee boeken beelden en met wel een woordje uitleg is, is dat echt zo wel meer een technisch handboek zo. Waar dat voor mij eigenlijk een openbaring was toen, waar ik dan ook heel bewust ben gaan doen, was één panoramafoto. Zij fotografeerde in die tijd met een 6x17. Dus ik ben ook meer in dat panoramaformaat gaan fotograferen. Nu doe ik dat eigenlijk bijna zelden nog, panorama's. En dan anderzijds, vooral het idee van dat je echt gaat gaan wachten op licht en je locatie is scout en een beeld maakt van je foto dat je wilt. En dan, zoals dat ik daar 10 keer op dat heuvelkal gestaan heb om recent in Dardenne om die foto te maken, was dat voor mij toch ook zo wel wat nieuw, hè? Dat je zo echt ging gaan wachten en wachten op de ideale omstandigheden. Dus Waiting for the Light, dat is wel nog altijd gebleven, eerlijk gezegd, na zoveel jaar. Dus dat zijn toch 3 boeken dat ik wel, die toch wel ergens bepalend zijn geweest in mijn ontwikkeling als fotograaf. Oké, merci. Je hebt zelf ook al een paar boeken uitgegeven. De laatste was De mooiste fotolocaties van België. En dat is toch wel een redelijk succesboek, mag ik zeggen. Ik denk dat je nu al je tweede druk bezig bent. Ja, die nu ook bijna zo goed als uitverkocht is. Dus de vraag is nu of dat er nog een derde druk gaat komen. Nu, de eerste druk was de grootste. De tweede en derde druk waren kleinere oplages. Omdat het moeilijk soms inschatten is van hoeveel vraag gaat er nog zijn. Maar de vraag blijft wel. Dus mogelijk komt er nog wel een derde druk. Fotolocatie is natuurlijk iets populair in die zin. Fotografie is populair in het algemeen en er is een groot deel fotografen die heel graag wil fotograferen, maar niet zoals wij de tijd heeft om bijvoorbeeld door de week gewoon even 4 dagen naar Dardenne te gaan en te gaan verkennen. Hè? Mensen moeten heel vaak doen met de tijd die ze hebben in een weekend. Dus heel vaak een gezin ook nog, waar je ook tijd wil mee spenderen. Dus dan heb je misschien 1 dag nog over in de week dat je eigenlijk je eigen hobby kunt beoefenen. Als je dan natuurlijk nog moet locaties gaan scouten en plekjes gaan zoeken, dan komt er eigenlijk tot fotografie bijna niet meer van toe. Gebeurt bijna niet meer. Dus ik denk dat daardoor die fotolocaties zo'n succes is, omdat je dat deel van voorbereiding en die 4 dagen en Dardenne gaan scouten wegneemt en het vrij kant-en-klaar aanbiedt van kijk, dat en dat, daar moet je zijn op dat moment, dan kun je daar fotograferen, houd daar en daar rekening mee. En dat maakt denk ik dat een goede formule is om... Ja, zeker en vast. En je ziet het ook aan de verkopen, hè. Maar ben je er niet bang voor dat dan die locaties, dat er daar massaal veel volk gaat staan, dat je ongeveer, dat is ook toch ongeveer diezelfde beelden wat maken? Ja, dat is iets wat ik wel gemerkt heb. Dat de locaties te druk worden, dat denk ik, dat is minder een probleem, omdat je nooit iedereen allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plaats gaat hebben. Dat toch wel wat gespreid gaat zijn. Dus dat zie ik minder als probleem. Het is misschien raar om te drukken, wat ik wel zo'n probleem, dat mensen het boek wel letterlijk nemen en dan ook wel letterlijk hetzelfde beeld willen gaan maken. En ik keur dat niet af of ik keur dat niet goed. Als ze dat willen doen, mogen ze dat doen. Maar ik denk, de locaties zijn er en de voorbeelden zijn er om natuurlijk ook voor een stuk te gaan inspireren. Ik heb die boeken ook bekeken en in het begin zeker ook wel locaties bezocht en proberen beelden na te maken, maar op een bepaald punt kom je toch op, als fotograaf op een moment dat je dat net niet meer wilt doen, hè? Dat je net wilt je eigen verhaal gaan brengen en
ja, dat je, en dat betekent niet een locatie kan beschreven zijn. Er staan locaties in, bijvoorbeeld Hallerbos, dat kennen we nu allemaal. Ja, van zo'n locatie kun je toch de foto's niet één op één gaan kopiëren. Je kunt ze wel proberen, een beetje diezelfde stijl. Dus daar zit sowieso al meer met een creatief. Het zijn vooral die uitzichten die je bijna letterlijk kunt gaan namaken. Maar ja, veel locaties lenen zich ook om ondanks de voorbeelden naar je eigen verhaal te gaan zoeken. En dat moet je natuurlijk aan om dat te gaan doen. Hè. Je hebt de locatie, je hebt de tips. Je hebt een aantal voorbeelden die je uiteraard kunt gaan gebruiken om zelf je idee. Hè. Wij lezen ook allemaal boeken en we kijken ook allemaal boeken om ergens geïnspireerd te gaan. Maar ja, fotograaf zou denk ik dan ook wel op een punt moeten komen dat hij voelt van kijk, ik wil die beelden ik wil beelden voor mezelf gaan maken en van mezelf en niet meer letterlijke kopieën. Ja, inderdaad, je wilt eigenlijk dat de mensen uw beeld als basis gaan interpreteren en dan van daaruit vertrekken om een eigen beeld en een eigen stijl dan... Ik wil niks. Ik denk alleen dat bij een fotograaf de drijfveer zou moeten zijn om zijn eigen verhaal te gaan maken. En je kunt je eigen verhaal gaan maken op een locatie die al bekend is en die al gefotografeerd is. Dan nog kun je je eigen insteek gaan brengen. Ja. En ja, dat wil ik zeker aanmoedigen om dat te doen. Maar iedereen moet voor zichzelf uitmaken op welke manier dat hij dat wil doen. Hè. Willen zij het beeld bijna letterlijk gaan nafotograferen, ga ik dat niet afkeuren. Moest je dat afkeuren, dan zou ik het ook niet in een boek zetten. Maar ik vind het wel belangrijk dat je op een bepaald punt, denk ik, als je tenminste wilt groeien als fotograaf, dat je toch een bepaald moment dat gaat moeten losgeraken en je eigen interpretatie van de locatie geven. Ja. We hadden het dus over de mooiste fotolocaties van België, over dat boek. Het zijn de laatste exemplaren, dus haast u naar de winkel of naar de website van Bart. Maar eigenlijk wou ik ook vragen wat uw inspiratie was voor Silent Fields, want het is niet puur natuur, het is toch iets helemaal anders. Ja, maar Silent Fields is eigenlijk... het boek is voortgekomen uit een overheidsproject. Dat is een project dat ergens wel ook bepalend is geweest voor mijn carrière, als ik dat woord mag gebruiken. Ik vind dat altijd zo'n zwaar woord. Omdat ik stond eigenlijk op het punt toen zo. Ik was al bezig zelfstandig in bijberoep met fotografie. En plots kwam er een offerteaanvraag voor een project. Het project rond de herdenking van Wereldoorlog 1 in de Westhoek. Dat kwam bij mij binnen. Ik heb er dus mijn offerte voor ingediend. En dat is dan goedgekeurd. Hè. Dus dat was een combinatie van landschappen, monumenten, begraafplaatsen enzovoort. Dus dat landschappelijk aspect heeft er altijd wel in gezeten. Ook al zijn er niet de onderwerpen die ik misschien mezelf zou gefotografeerd hebben. Of dat je nu, als je een begraafplaats benader je wel doorgaans op dezelfde manier qua fotografietechnieken als dat je landschapsschouw gaat benaderen. Dus de instellingen enzovoort en het licht en de sfeer en zo. Ik heb dat op dezelfde manier benaderd. Dus daar heb ik dat project afgewerkt. En was er eigenlijk zoveel beeldmateriaal, want ik ben daar twee jaar mee bezig geweest met dat project. Dat was van de Westhoek. Dat waren 6 routes van toch 80 kilometer lang, die je moest gaan documenteren. En er was zoveel beeldmateriaal dat er in samenwerking met Westhoer dan ook en Lano dat boek is uit voortgekomen. Ja, maar dat is ook niet dicht bij uw deur, want je woont nu in de buurt van Oudenaarde. Je zei dat toch ontzettend veel keer naar Hinter moeten rijden en waarschijnlijk ook wel ter plaatse gekomen dat je dacht van, damn it, het zijn niet de weersvoorspelling die ik verwacht en gehoopt had. Ja, dat is deels van het verhaal, denk ik. Hè. Ik heb het recent ook nog al verschillende keer voor gehad dat ik naar Dardenne rijd, wat dan nog verder is dan de Westhoek. Dat de weersomstandigheden ook niet zijn zoals dat ik het gehoopt had. Je probeert dat natuurlijk zo goed mogelijk in te schatten voordat je vertrekt. Hè. Dus probeer je daar wel uit te kiezen in functie van het weer. En dat lukt vaak, maar soms valt dat ook tegen. En ik herinner mij toch dat er zo dagen waren, want je bent natuurlijk bezig met een project. Vervoerskosten en zo moet je ook ergens in het achterhoofd houden, want je hebt een budget waar je toch moet proberen binnen te blijven.
Dus ik herinner me nog dat er dagen waren dat ik bijvoorbeeld wel een ochtend had gehad, maar dan zo in juni, hè, dus je hebt 1, 2 uur 's morgens dat je kunt fotograferen, dan wordt dat licht keihard tot 8 uur 's avonds. Hè. Dus dan zit je daar van ja, 8, 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, dat je eigenlijk ja, veel tijd hebt waar je weinig kunt in doen. Ik probeer soms wel wat voorbereiding al te doen voor dan andere delen van het project. Maar ik heb nu ook dat ik ja, op een bepaald moment dan dacht van ja, ik ga nu een dutje doen, dat mijn auto een beetje zat te slapen, dat ik er dus half de dag zit te wachten om die avonduren zonlicht te hebben. My en God. Dan trek ik het gewoon zo dicht en werd het grijs. Dan had ik even goed, want 's morgens om 9 uur al terug naar huis kunnen ja. keren. Mijn negen zit de hele dag te wachten om de avondlicht nog te pakken en dan krijg je het toch niet. Dus ja, dat is meermaals gebeurd nog echt wel zo. Ja, dat wel even balen natuurlijk. Dus ja, dat hoort erbij. Dus dat, ja, dat vind ik ook, als ik bijvoorbeeld voor offertes moet indienen voor projecten of voor opdrachten, dan vraag ik ook altijd op voorhand aan de klant van ja, welk soort fotografie wilde. Wilde het soort fotografie dat je op mijn website ziet, met die sfeer en dat licht? Of wilde, of kan, ja, zijn de omstandigheden minder van belang en is het pure registratie eerder? Want dat is voor mij een heel groot verschil. Als het puur meer een registratie is en een mogen kleurrijke, zonnige foto's zijn, oké, dan kan ik veel doen op één dag. Ja, kan je overdag. En wilde die ideale sfeer, ja, dan moet ik soms 5 keer teruggaan om een paar beelden te hebben. Ja, dan maakt dat die prijs natuurlijk ook heel verschillend. Ja. En ja. Dan zijn mensen soms geschrokken als je een opdracht ja, bijna 1000 euro zou het rekenen voor een foto. Maar ik ben al naar daar moeten rijden om mee te verplaatsen. Of om scouting te gaan doen. Ik ben misschien 2, 3 keer naar daar moeten rijden om uiteindelijk de foto te gaan proberen. Dus dan kom je aan ja, ruim een dag werk soms om 1 of een paar beelden te hebben, als je tenminste in die ideale omstandigheden staat. Wat dat voor een project soms moeilijk is. Voor een project probeer zo goed mogelijk omstandigheden te hebben. En er zullen zeker ochtenden tussen zitten die goed zijn. Maar er zullen ook wel ochtenden bij zitten dat je dacht van ja, de omstandigheden komen misschien nog wel iets beter nu. Maar ik moet het doen met wat ik krijg. Want ja. Voor een project kun je geen 10 dagen aan één foto of 10 pogingen aan één foto bezig zijn. Ja, dat schiet er niet op natuurlijk. Dus dan hangt een beetje vanaf. Voor mijn eigen fotografie ben ik daar heel strikt in. En als het niet is zoals ik het wil, zal ik blijven proberen. Ja, voor projecten moet je soms al een keer een kantje eraf afsnijden om het haalbaar te houden. Ja, maar door die projecten, ja, dan kun je natuurlijk rondkomen als fotograaf. En op een gegeven moment heb je toch een job moeten opgeven als IT'er om professioneel of zeg maar fulltime fotograaf te worden. Dat is toch een enorme stap. Well, ja, dat was door dat project dat ik net over aan het vertellen was. Ah, ja. Dus ik was al in bijberoep bezig in 2009. Ben ik een bijberoep begonnen. En dan kwam ergens in die periode, ja, nee, in 2011 kwam dan dat project van Silent Fields, dus van de herdenking van de Wereldoorlog 1 in de Westhoek, op mijn pad. En dan, ja, ik had daar een offerte voor ingediend, die was goedgekeurd. Maar ik had natuurlijk de tijd nodig om dat project te kunnen realiseren, want op weekenddagen kun je dat niet doen, zoiets. Nee. Dus ik had meer tijd nodig. En dan heb ik met mijn baas gesproken, hè, want ik werkte toen 4-5 als IT'er. En ik vraag van, kijk, kan ik naar een halftime gaan? Dat ik minimum 4 dagen per week aan fotografie kon besteden. Maar mijn baas zag dat dan niet zitten. En dan heb ik moeten beslissen van, oké, ja, nee, dan ga ik gewoon all the way. Ik geef mijn job op. En ik, ja, ik moest dat ergens doen om dat project te kunnen realiseren. En dat is eigenlijk, daarom is dat project eigenlijk een belangrijk element geweest in mijn carrière of in mijn ja. levensloop, omdat dat eigenlijk toch wel een extra trigger was om zelfs als professioneel fotograaf te starten. Ja, maar dan moet je natuurlijk nog weten, na dat project, ja, dan moet je verder. Hè. Je moet nog altijd je brood verdienen. Maar dat weet je nooit als zelfstandige. Ja. Ja, klopt. 5 jaar geleden gezegd dat er een coronacrisis ging op ons afkomen, dat ook heel ons business overhoop ging liggen. Dat is dan een kwestie van creatief te zijn en ondernemer te zijn en verder te zoeken en te worstelen met vallen en opstaan. Ja. En werk gaan zoeken en werk creëren. En ja, dat is bij veel ondernemers zo, denk ik. Daar is die onzekerheid, dat vind ik misschien het meest vervelende aan de job. Is zo, ja, dat je niet weet wat al je inkomen is voor volgende maand.
Ja. Ik doe er wel alles aan om ervoor te zorgen dat dat inkomen goed is. Maar ja, er zijn ook coronacrisissen bijvoorbeeld die dat allemaal wel wat moeilijker maken. Maar toch blijf je getriggerd om het te blijven doen. Want je kunt heel gemakkelijk misschien terug naar je IT-job gaan of in het onderwijs gaan werken. Dus mijn vraag is, waarom doe je wat je doet? Want we hebben het er vroeger al over gehad. Als zelfstandige hebben we plots minder tijd om te fotograferen dan wanneer we ergens anders zouden werken. Dus waarom doe je dat nog steeds? Ja, ik kan nu wel, nu als ik het laatste jaar bekijk, heb ik wel veel tijd gehad om te fotograferen. Dat is natuurlijk dat is een voordeel van de crisis geweest. En dat was ook wel al aan beweging voor de crisis, dat ik voelde dat ik meer tijd moest hebben voor mijn eigen verhaal. En dat was al voor die crisis een beetje aan het kriebelen, om daar meer tijd voor te creëren. Omdat ik inderdaad merkte dat ik veel met fotografie bezig was, maar weinig met mijn eigen fotografie. Of te weinig met mijn eigen fotografie. Dus dat was zeker toen al in gang gezet. De crisis heeft dat een stuk gemakkelijker gemaakt. Dus ik ben... ik kan zeggen dat ik de laatste maanden bijna gemiddeld 2-3 dagen in Dardenne zit per week. Dus dat ik puur aan fotografie besteed. Dus dat is wel vrij veel. Veel meer dan ik vroeger kon fotograferen. Dat is ook belangrijk. En dat wil ik wel ergens proberen te behouden op een of andere manier. Dat ik dan voldoende tijd... Want dat is uiteindelijk ook de reden waarom dat je dat doet. Hè? Want dat was ook uw vraag eigenlijk een beetje. Ja, waarom doe je dat? Ja, om dat soort dingen te kunnen doen. Ergens omdat dat voorbestemd is. Hè? Omdat je voelt dat je niets anders kunt doen. Hè? En je zou het wel iets anders kunnen doen, maar niet iets anders kunt doen en toch jezelf zijn. Hè? Ja. Dus ik zou in IT kunnen zitten of ik zou een leerkracht kunnen zijn. Ik zal dat goed doen. Zo zei je nu eenmaal ook gewoon, als qua persoonlijkheid probeer ik ook altijd de dingen die ik doe goed te doen. En dat zou lukken, maar ja, je zit toch ergens altijd met dat gevoel zitten van wat als, of waarom heb ik dat niet verder gezet. Ik geef ook eerlijk toe, ik heb al een paar keer gedacht van, ja, zou het niet beter zijn om te stoppen en gewoon inderdaad terug in IT te gaan en een meer gevoel van weekends te hebben en een beetje minder stress rond verschillende items van zelfstandigheid te zijn. Maar ja, aan de andere kant beseft ook van ja, dat is bijna onmogelijk om dat nu nog te doen, omdat je al... Allee, dus, je hebt de vrijheid ook geproefd. En... Ja, je hebt de vrijheid en je hebt de mogelijkheid om dag in dag uit in de natuur te zijn. En ja, het zou heel moeilijk zijn om denk ik, om die knop om te dragen en terug in zo'n vijf dagen op zeven regime te gaan starten. Ja, dat zou moeilijker worden. Ja. Een favoriete mislukking? Ja, ik had mij die vraag op voorhand ook al gestuurd en ik heb er wel even zitten over nadenken van ik kan mij zo niet echt bedenken dat ik gigantische catastrofes gehad heb die echt zo een enorme impact gehad hebben. Ik kan me wel veel tegenslagen bedenken, kleinere tegenslagen. En zoals bijvoorbeeld boekprojecten die niet van de grond geraken omdat je het constant tegen obstakels botst en zo. En dat heeft natuurlijk wel een impact op je gemoedstoestand, ook op je motivatie. Maar uiteindelijk, bijna elke kleinere tegenslag die dan ergens op mijn pad is gekomen, heeft altijd wel geleid tot iets anders. Ja. Dus op een of andere manier, je zit even down en dan heb je goesting inderdaad om terug in IT te stappen en heel de boel overboord te gooien. Maar dan na een tijdje verandert dat dan en je loopt een keer buiten en je begint weer zo wat zin te krijgen in fotografie. En dan denk je na van oké, dit is niet gelukt. Oké, wat is het volgende stap gewoon? En dan ja, uit de tegenslag van het een komt soms iets positiefs in de andere richting. Hè. En het boek van Dardenne is eigenlijk ook iets dat een spin-off die gekomen is uit. En dat wil ik nu wel... liever voor mezelf houden, omdat ik dat idee nog altijd ergens koester om te doen. Maar dat is eigenlijk ook een project die ergens niet van de grond is geraakt. En daardoor is daar dan een boek gekomen. Ja, omdat het ene echt niet lukte, omdat ik constant tegen de muur botste. En dan heb ik gedacht van oké, ik moet nu loslaten. En dan is daar dan een boek. Dus uit die tegenslag is er ook weer iets positiefs gekomen. En ik denk dat dat zo bij veel dingen zo is, maar ik denk dat dat ook deel is van...
van ondernemen, omdat je ergens ook wel verplicht bent om niet bij de pakken te blijven zitten, maar ook gewoon te denken van oké, ja, de volgende stap dan maar. Ja, en jezelf continu opnieuw uitvinden, ook zeker in deze coronacrisis. Hè. Maar vermeld daar even het Ardennenboek. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik wil juist nog iets nog even zeg maar. Vorige. Omdat je zegt van tegenslagen, dat ik het ook. Ik heb er onlangs nog in een webinar iets over verteld. Ja. Ik had een reis gewonnen, mijn fotowedstrijd naar Ecuador geweest, foto's gemaakt. Ze zet die beelden online en krijgt er veel kritiek op. En dat is echt niet plezant zo. Hè. Als echt zo mensen zitten door te gaan van ah, die beelden en ze doen er niets en ik voel het niet en zo. En dan denk je van, oh, wat is dat? En dan zei je even daar, maar achteraf gezien is dat dan gewoon weer ook een klik geweest van oké, ja, dat moet gewoon beter zijn de volgende keer. Dus ook dat is een tegenslag op dat moment. Maar ja dat wordt dan wel positief, omdat je ergens een duw terugkrijgt van oké, ja, misschien hebben ze wel gelijk. Misschien waren, en dat was ook terecht, waren dat niet de beste beelden. En ja, dat zorgt er dan gewoon voor dat je gaat gaan kijken van oké, hoe kan het nu wel weer beter? Hè? En dus ja, dat is ook deels van je ontwikkeling dan als fotograaf. Dus ja, het is negatief, kan iets positief creëren uiteindelijk. En zo is het denk ik bij veel dingen zo wel geweest. Alle tegenslagen en altijd wel een positief effect gehad op termijn, denk ik. Ja, en dat is dat positief blijven bekijken, hè. Dat is er altijd al goed aan. Hè. Ja. Dus we leren uit onze fouten. Hè. Ja, en ik zeg, af en toe heb je ook, allez, we hebben ze allemaal, hè. Die down momenten dat je creatief volledig in de knoop zit en dat je voelt dat niets gaat en dat je nergens geen zin in hebt. En dan zitten we toch wat te zakken op de wereld. En dan na een tijdje raak ik daar weer uit. En zijn je weer vertrokken. Ja, zo gaat dat constant, denk ik. Zo die creatieve ups en downs. En ik denk dat niet alleen bij ons is. Dat bij veel creatieve sectoren zo is. Mensen die tekst moeten schrijven of designers of zo. Zullen ook wel op het moment hebben dat beter gaat dan andere momenten. Ja, dus u komt dan even nog een keer terug op dat Ardennenboek, maar uw inspiratie, zoals u nu zegt, haal je eigenlijk heel veel uit van die down-momenten of uit van die kleine mislukkingsjes, die u eigenlijk triggeren om het ja, een klein beetje een andere weg in te slaan, maar toch een originele gedachte te houden. Misschien wel, hè. Ik denk wel dat veel van de dingen die ik doe, of dat de R's wel inderdaad... Allee, voor het boek van de Vlaamse Ardennen, dat raakte ook aanvankelijk niet gemakkelijk van de grond om daar iets rond te doen. En daar heb ik ook hard moeten vroeten om dat te realiseren. En dus daar heb ik ook wel wat tegenwind gehad, maar uiteindelijk is dat er dan ook weer gekomen. En we hebben dan iets anders een draai ook gegeven door dat wielerverhaal daarin te betrekken, waardoor dat dan natuurlijk een veel grotere markt creëert. En dus dat was ook eerst ja, van een puur landschapsfotografieboek over de Vlaamse Ardennen, wat dat vrij klassiek is, is dat ook een beetje geëvolueerd naar een iets ander project, waar ik uiteindelijk nog altijd hetzelfde type beelden in publiceerde. Dus daar is een tegenslag daar, heeft dan ook weer een ander soort, misschien wel leuker project gecreëerd, omdat het ook wel wat beelden in zaten die me dan uit mijn comfortzone hebben getrokken en zo. Dus ja, alles... Ja, toch vaak iets negatief heeft bij mij toch vaak tot iets positief geleid achteraf dan. Ja. Ook al voelde dat op dat ene moment, als het niet lukte, ook wel echt als van, oh nee, de hele wereld is tegen mij, met manier van spreken. Ja, en dan had je het over het boek De Heuvels van de Ronde. Ja. Ja. Nu ga je de laatste tijd, je zegt het al, ik zit zoveel dagen per week in de Ardennen. Is dat ook een project waar je mee bezig bent? Ja, of is dat iets dat... nog... Ik kan er rust al iets over vertellen. Eind van het jaar, 1 oktober, als alles goed gaat. De titel ligt nog niet helemaal vast, maar zou er een fotoboek over de Ardennen moeten zijn. Waarbij dat ik eigenlijk over een heel groot stuk van de Ardennen bezig ben. Het was eigenlijk heel leuk. Misschien kan ik dat een keer laten zien. Ik deelde het onlangs. Een keer, maar ik hou ook veel van de locaties bij in maps.me. En dan, ik weet niet of je dat gaat kunnen zien, maar nu zie je zo al een schone kaart met allemaal... Ja, ja. Ja, dus je ziet zo eigenlijk heel mooi de regio, laten we maar zeggen, waar dat ik actief ben zo. Dus dat begint zo schoon ingevuld te raken. Hier en daar nog een paar haat. Dus het is wel voor een groot stuk van de Ardennen. En mijn insteek vooral was daar... ik ga proberen in beeld te brengen wat ik denk
dat nog niet of heel weinig is gefotografeerd. Dus niet de klassieke locaties in Dardennen die we allemaal een beetje kennen, maar gewoon ja, kaarten gebruiken en zoeken naar leuke valleien. En ja, ik denk dat ik bij veel van de beelden waarschijnlijk, ik kan het nooit zeker weten, maar toch een van de eerste zal zijn die ze daar zal gefotografeerd hebben. Misschien niet alle foto's die in het boek gaan staan, maar toch veel. Dat is een beetje de leidraad geweest om selectie te maken van de locaties dat ik zou willen, of dat ik wil fotograferen. En heb je zelf nog geen deadline gegeven? Maar ja, in augustus moeten alle beelden en alle teksten klaar zijn. Dus ik ben er ook al een tijdje mee bezig. Hè. Vorig jaar eigenlijk vol een Hans jaar heel actief, maar ik was er eigenlijk ook al de jaren ervoor en zo wel al een beetje versnipperd mee bezig. Dus dat is toch een project die zeker meer dan 2 jaar gaat gelopen hebben als ik de totale doorlooptijd ga bekijken. Natuurlijk, het laatste 1,5 jaar is het meest actieve jaar geweest, omdat je dan weet van oké, dat boek komt er, dat je iets gerichter aan het werken bent, het concept is er ook en dan ja, de uitgever en alles komt een beetje op zijn pootjes en dan, ja, dan schiet je natuurlijk in een stroomversnelling. Maar ja, ik was sowieso al actief in Dardenne. En het is daardoor ook misschien een beetje dat ja, die interesse daar ook wel is gekomen. Omdat ja, als we naar natuurgebieden en natuurwaarden gaan zoeken, dan is het toch wel daar dat we het nog kunnen vinden. Ja. Ik gaf gisteren nog toonde die kaart aan Vicky en dan toon ik de kaart van België. En je ziet gewoon dat de groene zone dat je in België nog hebt, komt perfect overeen met de puntjes op mijn kaart. Dus ik kijk bijna 1 op 1 op elkaar leggen. En dat, ja, daar zitten gewoon ook de mooiste gebieden. Dus dat is wel leuk om dat eigenlijk te zien materialiseren, laat maar zeggen. Ja, en is er daar een moment van uw tijd dat je in de Ardennen doorgebracht hebt, een moment dat je zegt van, maar dat ga ik nooit vergeten. Een prachtig moment, een ontmoeting. Oh ja, zoveel eigenlijk. Ik weet dat ik in een heel mooie ochtend was aan de Amblijven, in de Duitse talige regio. Waar dat eigenlijk alles, dat was vorig jaar in december, alles was wit aangevroren. Er waren echt massas kraanvogels aan het overtrekken. En ik was met een drone aan het vliegen, aan het fotograferen en ondertussen ook nog vogels aan het kijken. Dat was echt super hectisch. Dat was wel tof. En dan, ja, ik heb ook in bossen gelopen. Dat is misschien nog altijd, dat vind ik nog altijd een van de toplocaties in mijn boek. Gewoon fantastische boom. Verweerde beuken, in alle mogelijke vormen gekruld en gebroken. En, ja, dat vond ik wel een zeer fotogenieke locatie. Hè. Ook al is een bos niet altijd evident, dan moet je de juiste omstandigheden hebben. Ja, ik heb er ook 5 of 6 keer in dat bos gezeten om de juiste omstandigheden te hebben. Maar de beelden zijn... Ik ben wel content van die beelden die eruit gekomen zijn. Omdat het zo echt een heel mooi bos is. Dus dat zijn voor mij wel topmomenten. Maar ook de momenten dat ik gewoon sta te kamperen in mijn autootje. Want ik slaap in mijn autootje. En dat er bijna de laatste tijd overal waar dat mijn auto kampeer, zit er dan plots een hoed te roepen boven mij. Ook dat maakt dat plezant. Dus niet om te fotograferen of zo, maar gewoon die beleving dat er dan 2 hoes rondvliegen en daar veel lawaai aan het maken zijn en dat je zo in schemering dat silhouet kunt zien zitten en zo. Ja, dan maakt het ook waarom dat... Maakt het ook voor mij leuk om dat te doen. Dus dat is naast de fotografie, gewoon de natuur. De beleving ook. Het klinkt indrukwekkend. We kijken alvast uit naar het boek. Je zit ook op sociale media. Waar kunnen mensen je vinden? Ik vermoed Facebook, Instagram. Nog plaatsen? Ja, ik zou zeggen Facebook, Instagram en nieuwsbrief zijn zo wat mijn meest gebruikte communicatiekanalen, denk ik. Instagram is eerder beeldgericht zo. Vooral mijn portfolio bekijken. Facebook is... Ook met aankondigingen van workshops en boeken en dingen die in de pipeline staan. Dus dat is iets informatiever zo. En dan via een nieuwsbrief houden mensen op de hoogte ook van de dingen waar je mee bezig bent. Er is ook een website, maar eigenlijk merk ik zelf dat die social media kanalen eigenlijk ja, bijna belangrijker worden dan de website zelf. Omdat je toch heel veel communicatie via social media doet en veel minder snel via je website. Dus via de Facebook en de sociale media kunnen ze op de hoogte blijven van... Ja. Je heeft ook webinars nu om deze coronacrisis wat
wat draaglijker te maken en ook workshops hopelijk binnenkort ook weer. Ja. Nu, laatste vraag, vooraleer we afsluiten. Heb jij een boodschap voor de wereld, voor de fotografen? Stel dat je overal ter wereld een billboard mag plaatsen. Wat zet je erop? Bye Bart Gerwig of zo, nee, ik weet het niet. dat was ook een vraag dat ik lang moest over nadenken. Dat gaat natuurlijk weer cheesy klinken of zo, maar ik denk dat belangrijk is dat de mensen terug een keer met hun voetjes op de grond komen. Zo. Ja. Op verschillende niveaus. Zo, een keer terug met de voetjes op de grond wat dat betreft. De manier waarop dat we met natuur en milieu en zo bezig zijn. Maar even goed met elkaar, want die crisis heeft het gewoon mensen tegen elkaar opgezet. En iedereen nog verbitterder gemaakt dan dat al was. En, een keer terug even naar de essentie gaan of zo. En een keer, alhoewel dat dan natuurlijk... Ik vind dat altijd moeilijk om dat te zeggen in die zin. Want dat is een raad die ik even goed mezelf ook kan geven. Ik moet mezelf ook terug met de voetjes op de grond. Maar anderzijds loop ik ook met iPhones rond. En voor duizenden euro's aan materiaal en drones en iMacs. En weet ik allemaal. Dus dat heeft ook impact op milieu en omgeving. Dus het is altijd hypocriet om dan te zeggen dat... het geldt voor iedereen, inclusief mezelf. Maar ik denk dat er ergens... dat wel een keer nodig wordt, dat we zo een keer terug een beetje beseffen wat dat eigenlijk echt belangrijk is. En onder andere wat er allemaal gebeurt, zowel op het vak van klimaat als gezondheid, als milieu, als natuur. Het is soms bedroevend eigenlijk. Er is bijna geen positief nieuws niet meer op dat vlak. Mensen leven wel een beetje boven hun stand, toch op dit moment. Dus een beetje minimaliseren en doen waar we iets kunnen die doen. Boodschap geldt evenzeer voor mezelf. Want ik draai ook mee in de maatschappij. En ik heb ook al mijn spullen. En ik zou ze ook heel moeilijk kunnen opzij zetten. Ik draag ook merkkledij. Dus het is allemaal gemakkelijk natuurlijk om te zeggen. Je moet ecologisch en economisch verantwoord leven. Begint natuurlijk ook wel. Ik probeer dat wel een beetje, maar ik ben daar zeker niet in perfect in. Want ik reis ook en ik vlieg ook en zo. Dus, bottom line is denk ik dat wel nodig is bij iedereen om maar eens een keer een klein beetje een stapje terug te nemen. Misschien en een keer terug naar de essentie van het leven. Als we allemaal ons steentje bijdragen, dan zijn we al goed op weg. Ik probeer dat wel, gelukkig. Maar er zijn wel grote stappen nodig toch om het... om het te realiseren, denk ik. Oké. Maar dat kan heel... dus ik kon er bijna zo'n bond zonder naam of zo nog bij zetten. Oké, maar toch bedankt voor heel je bijdrage. Ik stel voor dat we nog een keer afspreken wanneer een nieuw boek gelanceerd wordt. Dat we dan een keer wat dieper kunnen ingaan op het verhaal erachter. Ja. Alright. Goed, Bart. Nog veel succes en hopelijk binnenkort kunnen we nog eens samen een gin tonic drinken. Dat zit er toch aan te komen. Nu. Ja, ja. Alright. Allee, we zien je op de uitnodiging. Ja, bye-bye. Ja, we gaan nog niet afsluiten.